Wout, dat is leuk dat jullie er zijn. Hallo, dit is mijn video. Welkom bij Nicole Vlogs. Kom binnen. We hebben visite. Weet je dat ik een stukje trager ben? Welkom in ons huisje. Jawel, de lang verwachte house tour is dan eindelijk daar. Ik ga jullie in deze video laten zien hoe ons huis eruit is. Ik ga jullie laten zien. Wij. Jij loopt niet zo makkelijk. Ik loop van mee. En ik loop snel. We gaan ook alle speciale dingen die we hebben laten zien. Want we hebben in de afgelopen maanden, weken best wel wat speciale shit gekocht. Iets en ook... te veel gekocht. Ja, dat is wel waar. Geld is op. Mm-hmm. Goed, dus abonneer even en zo. Geen klas geld. En als je nou denkt van, hé Las, ik weet een ongelooflijk vet ding voor in je huis. Hou hem even vast. Zet het even in de comments. Ja, als je denkt van, dit moet je hebben. Zet het in de comments. Niet te duur als je... De beste comment ga ik kopen. Hey, en laten we even beginnen hier in het halletje. Er staan schoenen, hangenjassen, er staat ook nog een schuifdeur, want die moet opgehangen worden en dat kan ik niet. De meterkast is hier aan de linkerkant, super vet. Voor jullie rechts. Yes, niks, niet zo vet. Kom door. Hier zitten allemaal troepen in, die mogen jullie niet zien. Dat hoef je niet te laten zien. We hebben een wc'tje. Heb je hem schoongemaakt? Nee. Hoe groot is de kans dat er nu remsporen in zitten? Niet. Tadaa! De wc. Vind ik dit de minst interessante kamer uit het hele huis, omdat ik hier eigenlijk niks aan gedaan heb. Dat is wel heel belangrijk, hè, de wc. Hier komen de legendarische ideeën omhoog, hier komen alles. Maar ik zet dat wc boven, want deze vind ik niet lekker zitten. Ja. Hij zit een beetje hoog, ik zal het even demonstreren. Je beentjes vliegen. Oh, en, dit is een Game Boy. Die heb ik gekocht via een online spel, moet je niet doen. Ja, dit is dan weer ding 1, wat ongelooflijk nutteloos is en we wel hebben. Je kan, ik weet niet welke taal het is, de Ninja Turtles spelen. Top. Oh, verkeerd knopje, ik snap het spel. We doen dit geen gamekanaal hier. Dit is ook een wc. Voor de katten, ja. Dan ga je het ook vertellen wat het ding heb gekost. Iets te veel geld, maar hij is wel mooier dan een normaal kattenbad. Wat heeft dit ding gekost? Nee, dat moet echt niet. Dit ding heeft €150 gekost. Ja, maar jij wilde een mooie kattenbak. Jongens, een kattenbak voor €150. Ja, ik weet alleen nog niet of je erin gaat, want we hebben pas eens vandaag naar klaarstaan. Gaat toch helemaal nergens over. Ach. Nou goed, erop staan mijn schoenen, alleen de rechter, want de linker kan ik niet aan. En een hele mooie spiegel. Nou, wel goed opgang. Nee. Hey. Dat moet ik echt doen. Ja, dat heb ik gedaan. Ik heb ongeveer het overgrote deel van het huis gefixt. Ja, zwaar. Ja, ik... Shoutout naar mij even. Iemand moest het geld verdienen. Ik deed dat en geld verdienen. Ho! Let's go to the living room. The living area. Ons praaltje. Ja, ik moet toch op krukken. Jullie zullen in de b-roll over deze clip allerlei mooie details zien. Ik ga er een paar van met jullie behandelen. Zullen we dat even zitten doen? Want dit staat echt van kop. Nee, ja, ik wil inderdaad gaan zitten, Nicole. Want we hebben hier een ongelooflijk lekkere chillstoel. Ik heb jullie al verteld over mijn oude mannenstoel die ik zou gaan krijgen. Nou, dat heb ik ongeveer gekregen. Alleen heb ik dus niet een oude mannenstoel, maar een soort van grote bank. Hoe noem je dit? Fauteuil. Fauteuil. Ja, is mijn maat Cookie Monster. En met een schildpadje op de top. Dus het is eigenlijk helemaal top. Daar heb je hier eigenlijk over te vertellen. Het is gewoon zacht, zit lekker, relaxen. Hij heeft wieltjes. Hij heeft wieltjes. Hiernaast mij iets super moois. Namelijk de YouTube playbutton. De YouTube playbutton moet in huis staan. Het is heel belangrijk dat mensen kunnen zien wat voor successen we hebben behaald. En ja, buiten alle gekheid. Dan ben ik natuurlijk gewoon ongelooflijk trots op. Had ook een kabouter naast met een middelvinger. Want die kabouter die zegt fuck you. Want dat heb ik ook gedaan met YouTube. Iedereen die er niet in geloofde, fuck jullie. En een Eetbal. Heel tof. Eetbal. Een bal of truth? We gaan even een vraag beantwoorden. Moeten de volgertjes deze video liken? Ja. Esk Satan. Oh. Is niet een goede bal voor deze vragen. Nou, naast mij natuurlijk gewoon de... Nee. Wat zit je nou maar te doen? We hebben dus een probleem met de katten. We hebben twee katten. Ik kom er later op terug. Naast mij de televisie. 6 inch iets. 65. Nee, 55. 58 inch. We hebben een teufel, Dolby Surround set, Ambilight, mooi tafeltje, PlayStation 5. Hierin staat nog een Switch, dus dit is echt ons mediacentrum. Hier kunnen we chillen, hier kunnen we eigenlijk alles doen. Hier wordt veel gebruikt van, maar lekker hoor. Dus ik elke avond, zal ik even demonstreren hoe je nee, op deze nee, bank we snappen zit. Het, we snappen het. Nee, maar mijn plekje heb je nu niet laten zien op de bank. Ja, dan ga je even op de bank zitten. Als het een avond is, dan pak ik mijn mega grote kleed. Dit is weer zo'n ding wat je niet nodig hebt en dan toch koopt. Een kleed ter grootte van mijn hele huis. Letterlijk, ik kan dit over mijn huis leggen. Mag ik hem eventjes, want ik ga even doen. Doe ik zo. En dan kijk ik zoveel. Als je dan afvraagt waarom ik zoveel van burritos hou, nou Nicole fout zich iedere avond zoveel van burritos. Goed, hier onder mij de nieuwe eettafel. Eettafel? Nee, dit is geen eettafel. Salontafel. Salontafel. Je hebt misschien gevolgd op Instagram, maar hier is een niet zo mooi ding staan. Die was wel mooi, maar klein. Niet zo mooi, die staat nu op mijn kantoor, daar staat hij veel mooier. En dit is een lychee-hout salontafel. Ja, moeilijk hè, moeilijk. Ja. Super vet, mooi kleedje eronder. Ja, ik ben eigenlijk best wel blij met dit alles. In de vensterbank staan nog wat mooie decoraties. En we hebben voor de ramen bamboe. Jaloezie. Jaloezie staan. Nou, dat is dus top. Ik moet even wat doen hoor. Wat moet je doen hoor? Ja. Oh ja, die katten weer. Altijd in de katten. Ja, nu moet ik de stoep
We hebben dus twee katten, Mac en Nugget, en ze zijn heel lief samen. Deze hebben ze een kattenbak, die van 150 euro. Deze laat Nugget niet poepen. Maar ja, nu is hij eruit, nu hoeft hij ook niet meer te poepen. Nee, ik geef dit is Mac. Uit. Vernoemd naar? Mijn homeboy, vernoemd naar Mac Miller en voor Nicole naar de McDonald's. Maar ja. Nou, Nugget is een geadopteerde kat, die hebben we overgenomen van een kittenopvang. Ja, en daar kwam een advertentie bij van dit is Nugget, wie wil hem adopteren? Wij dachten van ja, als hij dan Nugget heet, Mac. Dat moet goed samenvatten, passen. Leuk. Het is echt een knuffeltje. Echt een knuffeltje. Waar gaan we heen? De kitchen. Niksen in de kitchen, jongens. We gaan niksen in de kitchen. Dit is mijn space. Yes, Nicole, doe je ding. Welkom to my kitchen. Deze hebben jullie al gezien. Ja, die hebben we al wel vaak gezien. Met de vriezer. Water met ijs en zo uit. Oh, je vergeet de deur. Dat hebben ze toch allemaal gezien? Maar even voor de mensen die nieuw zijn, zeg je net. Als je wilt drinken, moet je hierin zitten. Dit is een deur in een deur, waardoor we makkelijker bij het drinken komen en het dus minder koude lucht uit de koelkast komt, waardoor het stroom bespaart. Ja, dus dan is het zo dat ik hem twee keer open moet doen, want dat kost ook stroom. Dus verpest je dus het hele ding dat ik dus aan de natuur denk, hè? Hier is onze kast met borden en zo. Daar zat dus eerst de koelkast. Hier staat eerst de koelkast, niet het eerste vriezer, wat Lars dus een luie jongen is. We gaan de vaatwassers. Ik moet wel eerlijk zeggen, Lars heeft gelijk, dit is de beste aankoop van misschien het hele huis. Want anders had ik dus de afwas moeten doen. Net als dat ik elke dag in de keuken sta. En Lars is niet zo. Ah, jongen, dus dit is dus weer een naaigedrag, dat is niet waar. We doen best wel gelijk dingen in huis, nu met mijn gips niet, maar daarvoor deden we allebei evenveel. Sterker nog, ik denk dat ik vaker heb gekookt dan jou. Ja, en nu jij weer. Ik denk dat die ene site waar je eten bestelt vaker heeft gekookt. Ja, dat is toch ook koken? Laat even weten in de comments, is thuisbezorgd koken? Als ik ervoor zorg dat hier eten op tafel komt, of het nou weer thuisbezorgd is, met mijn eigen mannenhanden, het is toch koken? Hier is mijn dure prullenbak. Ja, dit is weer zo'n aankoop, jongens. Het is ongelofelijk. Je doet het gewoon zo, hup, prullenbak open. Vertel even wat die kost. Dat weet ik ook niet meer. Ook iets van 150 euro. Zo'n prullenbakje, hè? 180 euro. Je denkt, Lars, wil je deze hele video gewoon gaan flexen? Nee, dat is het echt niet. Maar ik wil gewoon even mijn emoties kwijt. Een huis is duur, hè? En dan hebben we nog zo'n domme aankoop, jongens. Jezus, waar is het geld van? Hey, jullie, je hebt hier echt al lekker van gegeten. Dat is waar. Dus is dit een slechte aankoop? Pannetje, 200 euro. Ik sta hier naast een prachtig mooi apparaatje. Mr. Teval, de airfryer. Die wordt pas goed gebruikt. Dat is waar, ja? Dit is een van de betere aankopen in het huis, de airfryer. Zij denken, oh, wat zijn die gezond. Jullie hebben kiwis. Ja, dit is dus ook voor de snoepla en de koekla. Die zit helemaal vol. Maar we hebben ook nog de chips. Oh, die is wel heel leeg. We moeten nieuwe chips kopen, Lars. Dan nog een heel belangrijk deel van het huis, namelijk de eettafel. Een mango houten eettafel van 150 diameter. 140 centimeter dia centimeter. 6 stoeltjes, zit lekker, mooie lampjes erboven. Die lamp hangt trouwens scheef. Ja, dat hangt hij al de tijd al. Dat past bij nostalgie. Nostalgie. Ja, niet heel veel speciaals. Er staat een mooie kaars op. We gaan door. Mijn sneakercases in de woonkamer. Iets wat ik heel graag wou, want dit mijn favoriete paardjes zijn. De Air Max 97 Gold Bullet. De Off-White Blazer en de Custom Ninja Turtle Air Force. Dus met daarboven de mooie Virtual Abloh IKEA. Mona Lisa die lift geeft. Niet heel veel aan toe te voegen. Ik heb het ook al vaker voorbij laten komen, maar ik ben er wel heel trots op. Het is een mooi stukje, kastje eronder, gekregen van de buren. Want we kopen niet alles. En dan, dames en heren, weer zo'n domme aankoop. Hier naast mij is de waterbak van de katten. Dan denk je natuurlijk, Lars, waterbakje hoeft toch niet zo duur te zijn. Quanta kostes? 140 euro of zo? 150 euro. Alweer. Ja? Voor fucking water. Zit er goud in of zo? Alles voor mijn baby's. Alles voor mijn baby's. Nou goed, dat was die summing up de beneden area. De tuinen ga ik niet laten zien. Zijn nog lang niet af. Is gewoon lelijk, maar moet ook niet. De muur is groen. De muur is groen. Oh ja. Oh ja, nou dat is inderdaad wel belangrijk. We hebben een marmer look op de muur. Let's go. To the kast. Ik heb hier een voorraadkast. En het is niet zomaar een voorraadkast. Nee, hij is gevuld met een kast. Ja, die kan je allemaal lekkernijen vinden. En als je dan de deur open doet, de grootste lekkernij van het huis. Kom hier stofzuigen. Mijn schoonmaakster. Oh. Dit is weer zo'n belachelijke aankoop, maar wel heel handig. Dit is echt een van de handigste dingen, want ze hebben te weinig ruimte in de keuken. En ongeveer het mooiste van het huis. Mijn net behangen muurtje, die de katten volledig hebben gesloopt. Alleen Mac. Mac, ja. Dit is dus helemaal naar de gallemiezen, omdat Mac zich niet in kon houden. Nou. Nee, je moet het erbij zeggen. Mac was eerst een eentje en ze was heel erg eenzaam als wij weg waren. Dat boeit niet. En daarom hebben we nu Nuggets bij en nu doen ze dit niet meer. Ja, dat boeit niet. Ik was toen... Katten kunnen beter met z'n tweeën zijn. Ik was toen... Net als gewoon. Hou even je mond! Ik was toen zwaar zo gereinigd en ik heb er nog steeds last van. Jij probeert het niet goed te praten, maar dat slaat nergens op. Let's go upstairs! We moeten één ding zeggen. We hebben nog geen trapleunten. We hebben wel mooi. De trap, het tapijt, dat is echt super nice. Het is echt de beste
aankoop in de huis. Dat zegt echt alles. Lekker kontje! Dank je! En dan hup ik even de kastenkamer binnen. Hier is de kastenkamer. Dit is als die kast kapot was. Dit is onze walk-in closet. Ja, heel mooi. Closet. Niet zoveel over te zeggen. Het daar gewoon veel schoenendozen, schoenen en Nee, ik moet de kledingkast nog opruimen. Je zweet een beetje. Heb je het warm? Ik zweet een beetje. Ja, no shit. Ik huppel door het huis op één been. Mijn trots, mijn proud, de mooiste kamer van het huis. Mijn kantoor. Ik heb hier een hele video over gemaakt, een aparte video. Dus die moet je even checken. Staat in een i'tje. En als je intypt Lars Peterson setup, vind je hem ook. Daar ga ik over alles wat hier ophangt, neerhangt, wat vertellen. Het is ook niet echt opgeruimd, want het staat nog helemaal in de stream setting van gisteravond. Met namelijk sinds ik dit kantoor heb, ongelooflijk vaak live op Twitch. Dat is het mooie smoesje. Maar even het belangrijkste, natuurlijk de smiley. Deze kamer moeten we wat sneller doorheen gaan. Ja, ik denk misschien, als jij daar staat, doe me even snel open. Kijk, dit is de logeerkamer. Hier heeft Melvin vanaf geslapen. Is nog een troep, moeten we altijd nog goed bedje, komen. Goed bedje. Daar gaat het om. We gaan er niet veel over vertellen, het is echt een troep daar. Maar je kan er slapen, hè? Daar gaat het om. De badkamer! Pokers, nu hebben we dan poetsen. De situatie is dat anders aan het doen ben, inderdaad. Ja, dit is onze badkamer. Mooie lamp die licht geeft en warmte afstoot. Waarom moet jij hier 1 euro... Ik vond dat dus opeens. Het geld zit overal in het huis hoor. Ik ga naar mijn kantje. Hebben jullie ook maar je eigen kantje bij de badkamer? Dit is mijn kant. Goed, dat was de bovenverdieping. Nee. Je moet nog meer vertellen over de badkamer. Wat dan? Moet jij even de kant? Ja, maar dat douchekrukje is niet belangrijk. Dat douchekrukje is wel belangrijk. En, maar dan moet jij dus even aan de kant. Ja, jongen, ik ga alvast naar boven wel. Kijk, heel vaak als ik hier sta te douchen, zit hier Mac. Zit Mac zo naar me te kijken. Ja, zeg gezellig licht en zo, met een stikte douchen. Eigenlijk is dat best wel raar, kun je zo zeggen. Ja. Hey. Sorry, ik was even aan het bijkomen van die helse tocht met een kutgips. Dit is onze bovenverdieping, de zolder. Hier heeft echt het meeste werk in gezeten. De zolder was namelijk helemaal gestript, stond niks, behalve dit. Er ligt er ook nog een deur die moet opgehangen worden, maar goed. Ja, hier hangt een waslijntje, wasmachines, droger. Doe je wel eventjes een mooie bureau van mijn wasmachine? Wasmachine? Wasmachine. Ja, ik ga mijn best doen. Het is best wel bizar eigenlijk. Trap art nog? Sorry. Oh ja, trap art. Een beetje... Nee, maar dat mag. Ja, dat is content, hè. Dit is dus... Ga je dit echt pakken? Dit is dus Madonna. Supreme, Madonna. Zing eens een liedje van Madonna. Whenever! Is dat van Celine Dion? Happy day, you'll be... Britney Spears, nee? Celine Dion is... dat is Mariah Carey, kut. Nou, ken ik me hangt gewoon op. Omdat ik een hypebeast ben. Een hypebeast hangt dingen op van dingen... Nee, wacht, even. Een liedje van Madonna. Wie zingt eigenlijk... Like a surgeon. Virgin. For the very first time! En van wie is I Will Always Love You? En dat is van Mariah Carey. Nee, dit is ook een Supreme sticker. Dit is dus een Jezus beeldje wat in pis zit. Dit is dus pis. Of ja, vraag me ook niet af waarom ze dat hebben gemaakt. Oh, ik dacht in vuur. Nee, dit is pis. Oh. Oh my god. Dit is de meest epic shit ever on camera. Ja? Holy shit! Wat ben ik een lijpe gast. Jongens, dit is, mijn reactievermogen is echt ziek. Mijn reactievermogen is echt fucking ziek, ja? Snap je dat? Zo, ik ga pop, 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 ik had hem! And this is where the magic happens! Waar we slapen dus? Die slapen we, ja. Seks gebeurt hier niet. Doen wij niet aan. Nee. Nee. Niet voor het huwelijk. We hebben, zoals je kan zien aan de enorme hoeveelheid licht die binnenkomt, nog geen gordijn. Tenminste, die hangt er wel, maar die werkt niet. Mooie televisie. Dit zijn kussentjes voor mijn benen. Het is wel echt een heel groot bed. Het ligt super lekker. Ja, ik ben helemaal... Zal ik even laten zien hoe het altijd ligt? Nicole's make-up hoekje, kan ze lekker make-uppen. Nou, zoals je kunt zien, de poezen volgen ons ook door het hele huis. Dus het is altijd wel heel gezellig. Die komen hier s'avonds ook lekker slapen. En als mensen zijn die denken, dat is vies, boeit me niet. Ik wil gewoon met mijn poesje slapen vanavond. Ik ben wel benieuwd naar jullie overall impressie van het huis. Dus laat me het zeker even weten in de comments. We hebben alles behandeld. Er zullen vast nog heel veel dingetjes zijn die ik misschien over het hoofd heb gezien. Maar we hebben ook zoveel shit. Ik ben er echt blij mee. Ik ben er ook enorm blij mee. Het is lekker. Nu vooral met mijn gipsen pootje vind ik het erg prettig om een eigen plekje te hebben waar ik gewoon kan doen wat ik wil doen. En ook content kan opnemen voor jullie, want zeg maar bij mijn ouders thuis kon ik niet echt in het huis gaan filmen, dat werkte niet helemaal. We deden alles zeg maar op kamer kleiner dan dit. Ja, de helft van dit ongeveer denk ik. Nu heb ik gewoon de ruimte om content te maken en de aankomende week gaat er ook genoeg leuke content aankomen. Dus vond je deze video leuk? Geef even een like, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Laat even in de comments weten wat jij van het huis vond en dan zien we jullie weer bij de volgende video. Doei! Doei. Volg me op Insta. Ja, je volgt. Nee, want je. Eerst posten, dat zeg ik de hele tijd. Ik heb van de week gepost. Ja, één foto.